De getallen 22, 33 en 44 zeggen in het normale leven weinig. Anders is dat in carnavalskringen. Daar zijn deze getallen juist momenten om een jubileum te vieren. De Reekse carnavalsvereniging De Keelestreupers is inmiddels bij de 55 jaar aangekomen. Reden voor een groot feest met heel veel alaaf. Dag Mark Kouwenberg, voorzitter van carnavalsvereniging De Keelestreupers uit Reek. Jullie vereniging bestaat 55 jaar. Vertel. Nou, inderdaad, 55 jaar carnaval in Reek. 1962, november 62 is de vereniging opgericht met financiële ondersteuning van toendertijd het uniformenfonds van de fanfare. Daar is ook het eerste bestuur uit naar voren gekomen. Vanaf die tijd is er georganiseerd carnaval in Reek. Dus al 55 jaar. En vanaf 1964 is er ook gewoon ieder jaar een prinscarnaval geweest. Dus we hebben al heel wat prinsen voorbij zien komen in die 55 jaar. Ik denk dat we mogen zeggen dat we een bloeiende vereniging zijn. We hebben ontzettend veel ondersteuning van vrijwilligers. We hebben een dweilorkest, de dansgarders, de Raad van Elf, de dames van de raad. Die het hele carnavalsfeest mee organiseren en ondersteunen. We zitten nu in het jubileumweekend. We hebben gisteravond hebben we een grote feestavond gehad met de feestband Déjà Vu. Mooie opkomst, gezellige sfeer. Mensen hebben echt gisteravond kunnen genieten van een heel leuk feest. En vandaag is het zondag en staan we aan het begin eigenlijk van de middag. We starten zometeen met een brunch voor genodigden. En dat zijn al onze actieve leden. Die of in de Raad van Elf of in het Dweilerkest Dansgarden, maar ook vrijwilligers die in de diverse commissies zitten. Die schuiven dadelijk aan voor de brunch. En daarna start eigenlijk een groot matinee met allerlei activiteiten. Er zit muziek in de grote zaal. Die Limburger Boeben die gaan voor een heel gezellige sfeer daar zorgen. Het Dweilerkest Ongerakt is van de partij. Die treden afwisselend in de whiskybar en in de grote zaal op. Er is de Paarse Caravan, een kinderentertainment programma wat voor de kinderen de hele middag voor activiteiten zorgt. Rond de klok van 3:30 hebben we een officieel gedeelte. En aan het daarna komt feestzanger Stef Eckel, die ik denk het feestje wel tot een hoogtepunt zal brengen. We zijn heel blij dat we dit feest met de hele Reekse gemeenschap kunnen vieren. Want carnaval vieren doe je samen. Samen met het dorp. En we hebben met name ook in het afgelopen jaar gezien, toen we na het sluiten van het koetshuis hier naar het Wapen van Reek moesten. Of gingen eigenlijk, hè, want het was geen moeten. Toen moest er een hele nieuwe inrichting komen. En als je ziet hoeveel mensen er toen de handen uit de mouwen gestoken hebben om een prachtig resultaat neer te zetten waarmee het Reekse carnaval nog jaren vooruit kan. Dan denk ik dat ik met recht kan zeggen dat carnaval in Reek leeft. Dat het bruist en dat het echt een plek in de gemeenschap heeft. En dat is wat we vandaag eigenlijk ook vieren. 5 keer 11 jaar carnaval in Reek. Met het dorp, voor het dorp. 1 groot feest.